Hoi, dit is Katja van Creators Image. Vandaag wil ik je papier laten zien. Dit papier is 15 bij 15 centimeter en het heet Sweet Thread. Zeg maar zoetgaren of zoete draden van Basic Gray. En het thema is, aan de ene kant vind ik het een beetje stof. Dus de stof in de zin van waar je mee kleding mee maakt. En aan de andere kant ook iets van een tuin of lente of zoiets. Nou, dit bijvoorbeeld vind ik heel duidelijk lijken op stof. Vandaar denk ik ook Sweet Threads, dus die draden, dat garen. Dit ook, hier kan je zo een jasje van maken bij wijze van spreken. Ik vind het erg mooi. Aan de ene kant zijn die kleuren namelijk heel erg helder. Dus mooie felle kleuren en tegelijkertijd niet schreeuwerig. Er zit een soort van, ja, wat ze dan vintage noemen, alsof het wat ouder is of zo. Net als op oude foto's. Zo'n effect en dat vind ik zelf erg mooi. Dus een soort bedekt vel of gedekt vel. Nou, hier ook weer iets wat echt een beetje op stof lijkt. Ik heb er van die hele kleine, ja, zo van die kleine bewegingjes zo in. Hier ook echt iets wat op stof lijkt, hè, op een... En dit is dan weer een beetje een mengelmoesje tussen aan de ene kant waar je kleding van maakt. En ook een tuin, hè? Die bloemetjes zeg maar. Dat groen ook. Een beetje lenteachtige kleurstelling. Er zitten ook effen, of een soort van effen bladen tussen. Drie. Deze steenrode. En deze mosterdgele. En dan zit er ook nog verderop een soort van zeegroen. Ook heel erg mooi. Die kan je ook heel fijn gebruiken om bijvoorbeeld op te schrijven. Hier is die. Op te schrijven of om tekst op te printen. Dus dat is ook altijd fijn. Vind ik zelf tenminste om dat ertussen te hebben. Nou, hier dan wel weer wat heel erg druk met bloemetjes en zo. En die kleuren, zeker die effenbladen, dat mosterdgeel bijvoorbeeld, dat past. Dat is dan weer precies de goede kleur hier. Dus dat is ook allemaal heel mooi te matchen met elkaar. Deze is ook heel grappig. Beetje jaren 70 idee, hè, qua patroon. En van elk patroon zitten er twee bladen in dit blokje. Ik heb er al een aantal gebruikt, daarom zie je dat nu niet. Maar van elk patroon dus twee. En er zijn 18 motiefjes. Dus je hebt 36 velletjes in zo'n blokje. Hier ook weer. Echt een beetje alsof het geweven of gevlochten of zo is. Erg leuk. Dus onthoud het. Zou ik zeggen, als je de kans krijgt, probeer het uit. Sweet Threads van Basic Gray.